Deze week zijn we op bezoek bij 5 open tuinen in de gemeente Peelemaas. Vandaag zijn we bij Ans en Frank Peters in de Anfratuinen in Grashoek. De naam Anfra is gekomen gewoon de naam omdat we zelf het werk moeten doen, Annie en Frans, en vandaar ook de naam. Heel simpel. Onze tuin heeft heel veel aparte bloemen, planten, exotische planten, grote verzameling kuiplanten, bougainvillea's, bananen, ja, noem maar op. Bijna planten die ze niet overal hebben. Wij wonen hier 40 jaar en toen was er alleen maar weiland, helemaal niks. En in die 40 jaar hebben we steeds verder gebouwd en aangeplant natuurlijk. En nu, sinds 13 jaar, is de tuin helemaal klaar. Wij kochten hier een hectare grond. En toen zei mijn schoonvader, daar was die grond van, wat gaan jullie met die tuin doen? En toen zei, met die grond doen. En toen zei ik, tuin maken. En toen zei hij, dan krijgen jullie hem niet. Toen vroeg ik, waarom niet? En toen zei hij, nou, zei hij, het is daar zo nat. Het paard zakte tot de buik in de modder. Toen we een tractor hadden, zaten we altijd vast. En brengt niks op, dus geen tuin. Dus ik wilde toch een tuin, dus iedere keer stukje bij beetje. En ja, nou is hij toch helemaal klaar. Bougainvillea's zijn soms moeilijk, soms niet. Dat ligt eraan. Als je het maar warm genoeg kunt maken, is het geen probleem. Ze moeten heel weinig water hebben of bijna geen, maar echt heel weinig. Anders wel eens rot, dat gaat ook niet. Dus wij doen in de winter bij 15 graden zitten en dan heel af en toe water en zorgen dat ze licht hebben. En verder in het, zeg maar, de hele zomer, 1 keer in de week krijgen ze mest. En iedere dag water, want ze zeggen wel altijd, een bougainvillea heeft heel weinig water nodig, maar in de zomer niet, want dan heeft hij best veel water nodig. Alleen in de winter helemaal niks. Ik vind het mooi, ze bloeien altijd. En als ze uitgebloeid zijn, meestal valt er in 1 keer alles af en dan zet ik hem weg. En dan staan er wel weer anderen in de wachtlijst en die zet ik hier weer neer en ik heb altijd bloeiende bloemen. Deze plant is heel apart eigenlijk, je ziet ze bijna niet, alleen bij de echte citrusliefhebbers. Het is de hand van Boeddha. Boeddha's hand is ook de naam. En het leuke van deze plant is, iedere vrucht heeft een ander model. De ene keer heeft hij de vingers omhoog, deze heeft omlaag. Deze zit helemaal open en daar zien ze de vingers allemaal echt apart. Ik vind hem heel erg mooi. Ik ken ze hem eten, hebben ze me verteld. En dan werden de vingers in hele dunne schijfjes gesneden. En het in salades gedaan en dat dikke stuk dat werd dan weggegooid. Nou, het onderhoud doen we zelf, alleen hebben we heel af en toe, maar dan praat ik over misschien 1 keer in de per weken, een echtpaar hier uit het dorp en die komen helpen, een middag dan. Dit is het mooiste plekje van de tuin. Ja, dit vind ik echt het mooiste plekje van de tuin. Gewoon omdat ze zoveel variaties heeft van bladvormen, kleur, bloemen. Op het moment staat er een coloreteria te bloeien. Het is geel van de bloemen. Ongerbloemen, het eilandje op de achtergrond, de grote bananen. Ik vind dit echt het mooiste plekje. Echt mooi heb ik niet.